Hallo, is er iemand? Huh? Hallo? Huh? Oh, wacht eraan, ik kom eraan. God, jongens, flits voor de deur. Ja, ik kom eraan, rustig aan. Waarom is iedereen altijd zo ongeduldig? Hallo? Ik kom eraan. Hier, hallo. Goedemorgen, Fredman. Het is ochtend. Wat sta je voor mijn deur te schreeuwen? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Fred. Wat is er aan de hand? Kom je buiten spelen? Nee, Fred, ik kom niet. Fred, ik ben volwassen. We gaan al niet buiten spelen met z'n tweeën. Al moet ik zeggen, ook vorige volwassen. Ik moet zeggen, vorige keer hebben we een verstoppertje gedaan en zo. Maar kijk, man, het is ochtend. Kan je even rustig aan? Ik heb nog niet eens mijn Minecraft bakje koffie gehad, als het ware. Oh. Wat is er aan? Wat wil je doen? Wat wilde je doen? Hoezo, je wacht wel? Tot je klaar bent. Hey, jongens, ik kan wel nu dingen gaan doen en zo, maar dan laten we dit afhandelen. Goedemorgen, Fred. Wat is er? Wat wil je doen? Wat was je van plan? Ik zit voor je. Oh, ja. Hallo. Nou, ik heb wat gevonden op het internet. Een leuk nieuwe spel. En ik wil dat samen doen. Ik heb geen zin om een leuk nieuw spel te gaan doen, Fred. Jawel, ik moet maar alleen nog even registreren. Maar 2 gegevens invullen van 2 spelers. Fred, pas je wel op met online dingen. Je weet hoe het kan gaan. Kom, ik laat het wel even zien. Nee, Fred, serieus. Je moet oprecht oppassen. Ik heb al vaker dingen van het internet gedaan en geregistreerd. Je moet altijd oppassen voor virus. Zo bel je aan mijn eigen huis. Kom nou. Dan moet je altijd... Ja, ik loop nog mee. Ik loop nog mee. Waar gaan we heen? Kijk. Ach, kijk, daar is het al. Er is weer wat nieuws gemaakt. Kijk. Wat is dit voor computertje? Ik moet alleen nog invoeren jou en mijn naam. Ik wil niet meedoen. Nee, niet mijn naam invoeren. Alsjeblieft, niet het internet mijn naam invoeren. Ik weet nu al wat er gaat gebeuren. Zometeen een of andere, ben ik ingeschreven bij een of andere oliesheik en dan ben ik al mijn geld kwijt. Oh, doe je niet mee? Nee, Fred, ik ga niet meedoen. Sorry, ik heb een drukke planning zelf vandaag. Ik ga niet meedoen met weer een van je spelletjes. Sorry. Oh, oké, dan niet. Maar pas, doe je ding. Maar pas alsjeblieft op. Ik zeg het nogmaals, met je inschrijven, met dingen, met informatie achterlaten, op linkjes klikken. Pas alsjeblieft op wat je doet, oké? Okay? Zal ik doen. Ja, weet je wat de consequenties zijn? Nee. erge consequenties, oké? Okay? Oh, ja. Oké. Okay. Nou, doe jij je ding. Ik ga lekker naar boven. Als je me nodig hebt, laat het weten. Ik ga kijken of Benny misschien vast kan beginnen aan niet jouw schuur, maar opa Gerard zijn huis. Yes, hallo. Nou, Fred is lekker bezig met zijn gegevens invullen op het internet. Jongens, daar moet je altijd mee oppassen. Met je gegevens op het internet invullen. Nou, laten wij weer terug naar mijn eigen huisje gaan. Daar komt natuurlijk opa... Wat trouwens, hier komt opa Gerard zijn huis, jongens. En dat gaat oranje worden, zo te zien aan de kleurblokken die hier liggen. Er liggen ook al kwartsblokken. En ik zag daarachter ook al oranje terracotta op de grond liggen. Dus ik ben heel benieuwd wat Benny de Bouwer van plan is allemaal. En het is denk ik ook wel leuk om aan deze kant dan te zorgen dat Rick zijn huisje hier komt. Die woont natuurlijk nu bij mij in de slaapkamer. Volgens mij ligt hij nog in bed. Dus die gaan we maar even niet verstoren. Dus ja, ik ben benieuwd wat Benny de Bouwer allemaal voor elkaar gaat krijgen, jongens. Ik denk dat het wel heel leuk gaat zijn. Maar ik denk dat Benny de Bouwer nu zelf ook nog in bed ligt. Fred, die heeft mij letterlijk wakker gemaakt. Hij heeft me gewoon verstoord. Fred, wat doe je? Wat zie je eruit? Fred, wat heb je gedaan? Fred, waar ben je heen? Zag jullie dat ook, jongens? Hij had rode ogen en een rode mond. Fred, waar ga je heen? Fred, hallo. Wat zijn we aan het doen? Pas op dat je niet in het water... Fred, hij is toch niet in het water gesprongen, mag ik hopen. Oh, Fred, daar ben je. Wat ben je aan het doen, man? Fred, gaat het met je? Fred, waar ga je heen? Kom eens hier, loop eens niet van me weg. Fred? Wat zie je eruit? Wat is er met je gebeurd? Fred, gaat het? Help, help. Ik word gehackt. Fred, hoezo je wordt gehackt? Wat gebeurt er met je? Je wordt gek. Dus programma wordt opgestart. Programma wordt opgestart? Waar heb je het over? Jongens, volgens mij is Fred... Ik heb het nog gezegd. Ik heb tegen hem gezegd. Pas op met het internet. Pas op met welk link je klikt. Met gegeven. Volgens mij is hij gek. Volgens mij heeft Fred een virus gedownload op het internet. En nu is hij gek. Dat meen je. Fred, ik had je nog gewaarschuwd. Laten we achter hem aangaan. Misschien kunnen we hem helpen, jongens. Misschien kunnen we een of andere anti-software virus downloaden voor hem. Of anti-hack virus. Weet ik voor wat. Hallo? Hallo? Antivirus software, dat bedoel ik. Fred? Oh mijn god, kijk, dat was net groen, jongens. Dat is niet meer groen. Gaat het? Of? Hallo? Ik snap je helemaal niks van, jongens. Ik snap niet wat er gaande is. Volgens mij... Oh. Mag ik binnenkomen, Fred? Wat ben je aan het doen? Help me nou. Jongens, volgens mij... Oké, we moeten Fred helpen, jongens. Ik moet even denken, wat gaan we doen? Fred is gehackt. Hij heeft een virus op zijn computer zitten, waardoor hij nu daadwerkelijk rode ogen heeft. 3, 2, 1. Doei. Huh?
Waar is hij heen? Hij klikt op de lever. Hij zei spel starten in 3, 2, 1. En vervolgens is hij gewoon gone. Oh, jongens, ik ben bang dat ik erachteraan moet. Ik heb zo geen zin. Ik zei al, nee, Fred, ik wil niet meedoen. Nee, Fred, we gaan niet meedoen. Maar vervolgens worden alle groene knopjes... Nou, groen is meestal een goede kleur. Die worden oranje en rood. Hij heeft rode ogen. Hij zegt dat hij gehackt is. Af en toe komt volgens mij normale Fred er doorheen. En die zegt dat we moeten helpen, jongens. Ik denk dat we erachteraan moeten. Helaas, laten we kijken of we Fred kunnen redden van een virus. In 3, 2, 1... Oh, waar zijn we nou weer beland, jongens? Nee, waarom zijn we nou weer in een of andere enge ruimte beland? Ik heb letterlijk zijn computertje aangezet en volgens word ik er volgens mij ingezogen. En we zijn hier. Fred, hallo? Fred, ben je hier ergens? Wat is dit? Geschiedeniskamer? Oh, wat heeft hij net gedownload? En waarom heeft dit hem gehackt? Hallo? Fred? Ben je hier misschien? Oh nee, jongens, daar hebben we hem. Oh, daar hebben we hem. Fred? Ben je er? Ben jij de normale Fred of ben jij de boze Fred? Ik hoop dat het een normale Fred is. Hallo? Trouwens, hij zat bij groen. Fred, ben jij? Ja. Ah, ik kan het zeggen, ik kan ook rood kiezen. Hallo. Oh, hey. Je hebt me gevonden, eindelijk. Ja, was zijn we beland? Hallo. Wat heb je gedaan? Ja, ik snap dat zo je gevangen bent. Zo alleen. Waar zijn we beland? Waar ben ik? Heb je een virus gedownload of zo? Ik denk het. Oh, ik zei het nog, Fred. Ik zei het nog, pas op. Ja. Wat moeten we doen? Waar zijn we beland? Ik wil je helpen. Ik wil je heel graag helpen met het virus uit je lichaam downloaden. Want jij zit hierin vast en het normale Fred, de Fred-virus, die loopt nu rond in onze wereld. Ja, niet goed. Niet goed, nee. Dat moeten we zo snel mogelijk oplossen. Wat moeten we doen? Wat heb je gedownload? Ik weet het niet. Ik had gewoon op een link geklikt. Fred, ik zei het toch. Klik nou niet zomaar op elke link. Maar... Geschiedeniskamer. Oh, laten we even kijken of we iets kunnen vinden waar we naar binnen kunnen. Dat is goed. Help je mij? Dit is... Ja, tuurlijk ga ik je helpen. Daarom ben ik je achterna gegaan. Oh, kijk, hier zie ik al een knopje. Ik ga er gewoon op klikken. Oh, aan jou, Fred. Klik er maar op. Ja. Waar zijn we? Wat is dit? Ik denk eruit, een parcours. Oh, nee. Fred, pas op. Er is lava hieronder. Nee. Je wilt toch niet in de... een bijtje inderdaad. Je wilt toch niet in de lava springen? Oh, dit vind ik niet leuk. Oh, Fred, wat is de bedoeling? Wat heb jij gedaan, man? Oh, oké. Okay, ah! Oké, Fred, niet nog een keer falen, hè? Nee. Niet nog een keer falen. Fred! Weet je, ik probeer het al. Ik ga het wel proberen te halen, hier. Oh, mijn god, nee. Oké, Fred, jij mag daar. En dan ga ik hem proberen te halen, oké? Okay? Ja. Ik blijf helemaal mooi bij het groen inderdaad staan. Ik zie je al mooi staan. Was dit een moeilijk sprongetje? Oh, natuurlijk is dit een moeilijk sprongetje. Oh, mijn god. Oké, Fred, ik ben er. Goed, ik ben er, ik ga op de knop klikken. Hey, oké, dat was de eerste gehaald. Dan nu doe jij deze, oké? Ik wacht hier. Oh, dit ziet er echt veel te moeilijk uit allemaal. Waarom heb je ook een virus gedownload? Hoe moet dit? Ja, je moet gewoon proberen te halen. Ik denk hierop, dan daarop, dan daarop, dan daarop, dan daarop en dan door. Ja, heel veel succes, Fred. Jij wilde graag een spelletje downloaden. Jij wilde graag een spelletje downloaden. Oh, ik denk dat je hier erop... Oh nee, hier kan je er niet op inderdaad. Je moet er daarop. Ah, en dan daar omhoog inderdaad. Oh, pas op. Fred! Waarom ga ik ook dood als jij doodgaat? Wat is het nut daarvan? Nou, nee, daar gaat hij. Oké, wacht, laat mij het proberen. Als je nu nog een keer doodgaat, probeer ik het. Ja, goed zo. Waar moet je nu heen? Ja. Oh, daar gaat hij. Daar gaat Fred. Je kan het, Fred. Kom op. Daar was je net. Nog een keer. Oké, nog één keertje. Ja! Nee! Nog een keer. Oké, Fred, kom op, kom op, kom op. Makkelijk sprongetje dit. Makkelijk sprongetje dit. Ik weet niet waar je heen moet. Ik gok daar rechts beneden. Daar, ja. Dan daarheen. Ja, dan... Waarschijnlijk inderdaad daarheen. Dat kan ik niet zien. Oh, alsjeblieft, Fred. Je bent nu zo ver. Je bent nog nooit zo ver geweest. Kom op. We moeten het virus bestrijden. Oh, Fred, ik vind het spannend. Fred, nee! Nu jij. Nu ik? Oh, mijn god. Oké, wacht. Is het moeilijk? Nee. Hoezo nee? Oh. Oh nee, ik vind het wel moeilijk. Ik vind... Oh, daar kan ik niet heen! Nou. Had je dat niet kunnen zeggen even? Nee, sorry. Nou. En dan... Daarheen! Oh. Hierheen. Hierheen. Oh mijn god, oké. Daarheen. Daar door. En daar dan... beneden. Daarop, op dat ding? Ja. Oh god. Oh, oké. En dan gok ik naar dat platformpje. Ah, nee! Je kan het, Fred. Je bent er bijna. Je bent nog geen één keer zo dichtbij geweest. Ja? Heb je hem? Heb je hem? Oh, je hebt hem. Ja. Klik maar. Kan niet. Hoezo niet? Kan je er niet op klikken? Nee. Oh, god. Hoezo niet? Er zit een glas voor de knop.
Gelukkig, Fred. Oké, de ene laatste. Nee, dit is de laatste cel. Zou ik deze weer proberen? Dit ziet er ook niet leuk uit. Over cakejes moeten we springen. Daar kan ik niet heen. Over cakejes moeten we springen. En het is zo irritant dat je die kleine stroomdraadjes hebt waar je overheen moet springen. Oh, dit is niet. Fred, nee! Als jij dat doet, ga ik ook dood. Hoe willen ze dat ik dit doe? Oh, daar kan je wel op springen. Oh. Oh, dat vind ik eng, Fred. Ik vind het niet leuk. Ik ook niet. Oh, mijn god, dit zijn echt hele enge sprongetjes. Nee! Ik haal hem wel even. Haal jij hem maar even, Fred. Fred, je zegt ik haal hem wel even en vervolgens ben je hem daadwerkelijk aan het halen. Je maakt mij gewoon een schande. Ik kwam letterlijk tot daar en Fred is inmiddels... Oh, daar gaat hij. Je kan het! Oké, Fred, we zijn er bijna. Ik heb hem bijna. Kom op! Oh, nee, ik was zo dichtbij. Jij loser! En de laatste! Oh, kom op, Fred, je kan het. Je bent er bijna. Volgens mij moet je er omheen springen, of niet? Wat moet je... Oh, je gaat erop. Ik snap hem al. Kom op, Fred, je kan het. Oh, je hebt hem. Wat ben ik er blij mee. Nou, we hebben hem gehaald. Fred, laten we teruggaan. Ja. Huh? Oeh, daar heb je knopje. Dat zag er goed uit. Nou, we moeten level 2 halen, zie ik nu de mees. Oftewel, we moeten nu een doolhof gaan doen. Waarom heb jij dit gedaan? En moeten we allemaal parcours, doolhof dingen halen? Ik zag het filmpje. Ik dacht, dat was leuk. Oh, dit slaat helemaal nergens op. Nou, laten we... Het is wel op zijn minst een groen doolhof. Hé, we hebben hier een lost ocelot. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Een verloren kat. Misschien moeten we hem volgen. Misschien dat hij de route aan ons laat zien. Oh nee, hij laat het niet aan ons zien. Ah, waar ben je snel? Oh, hallo. Fred, wacht, nee, niet achter dat ding af. Fred, hier is er nog één. Hallo, kat. Oké, Fred, kijken wie je met de eerste kan halen, oké? Ja. Waar moeten we überhaupt heen? Het is ook donker hier en zo. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap ook niet hoe dit jou gaat helpen, als het ware. Ik denk als we het uitspelen dat het virus verslagen is, althans dat lijkt me. Ik denk dat ik... Help. Ik heb een hendel gevonden. Haal maar over. Ik haal hem over. Heb je... Oh. Wat gebeurt er? Wat hoorde je dat ook allemaal? Ik ben bij het einde. Hoezo, jij bent bij het einde? Gewoon. Heb je serieus het einde gevonden? Ja. Huh? Hallo, Fred, loser. Is daar een uitgang? Ja. Wacht, ik kom eraan. Je moet me een beetje begeleiden. Hierheen. Terug. Ja, hierheen kan je wel mooi zeggen. Maar hierheen is een groot begrip, Fred. Oh, nee, kan niet. Hey, Fred, hier, achter je. Hallo. Waar moet ik heen? Hoe kom ik daar? Hier. Ja, ik heb ook echt gewoon niks aan jou af en toe, hè. Nou ben ik het ook weer kwijt. Hoezo ben je het kwijt? Ben je het verloren? Ja. Oh, ik word helemaal gek in dit dol. Kom nou. Ja, ik ben toch onderweg, maar volgens mij moet ik helemaal de andere kant van de map eerst opzoeken, hierheen. Om vervolgens weer die kant op te kunnen. Volgens mij ga ik nu de goede kant op. Ja. Nee, ja. Oh, daar ben je. Kom maar mee. Oh, oké, ik volg je. Wat doe je? Waar ga je heen? Moeten we hierheen? Ik ben de weg kwijt. Fred, we hebben de hendel over gehad. Jij hebt de uitgang gevonden. Zeg maar niet dat je de weg niet kwijt bent. Nee. Hierheen. Helemaal prima. Helemaal hierheen. Helemaal... Jezus, wat gaan we snel. Oh, we hebben hem weer. Oh, oké, okay, top. Fred, we hebben hem gehaald. Waar zijn we nou? Wat is dit nou weer? Maar ja, jij gaat ook gewoon gelijke kant op. Weet je, ik volg je. Samen gaan we de kant op. Waar zijn we beland? Een of ander... Ja, weer een soort doolhof, maar dan weer anders. Volgens mij is dit weer een doolhof. Weet je, ga jij die kant op? Ik ga deze kant op. Hey. Ik schrik me helemaal kapot. Dit loopt dus naar elkaar toe. Is hier boven niks? Nee. Ja, daar kwam ik dus vanaf. Hoe kom jij hier doorheen en ik niet? Dan moet het al deze kant op zijn. Hier omhoog. Dan... Oh ja, ik denk dat dit het is, Fred. Deze doorgang hier. Dat we die open moeten maken. Kijk, dan ga ik wel hier omhoog. Kijk. Ja, we komen dichterbij. Een hendel. Ik heb een hendel overgehaald. Heb je iets gezien? Nee. Een 1? Nee. Oh, ik dacht, ik zei een 1. Er is ergens een... Daar was niks hier verder. Nee. Ik heb wel weer wat gedaan. Ik heb weer een hendel gevonden. Die heeft weer wat overgehaald. Maar wat? Dat weet ik niet. Hierheen. Hierheen is hier wat gevonden. Oh, kijk, hier is een doorgang nu. Ah, hebben we hem gehaald? Hey, we hebben hem gehaald, Fred. Ja, dat was het. We moeten nu knopjes gaan vinden. Dat was het. Oh, mijn god. Fred, we moeten zoveel doen om jouw gerekte virus, je lichaam te redden. Nou, vind de knop, Fred. Kijk of jij hem kan vinden. Oké, we moeten... Ik heb hier al iets... Ik krijg... Oh, ja. Wat? Begrepen. Ja. Wat? Oké, ja, dat is goed. Waar heb je het over? Ik krijg een bericht. Ja? Er moet een knop worden gevonden. En dan krijgen wij spullen. Ja. Oké. Okay. Vier prima. Knoppen vinden. Vier knoppen moeten we vinden. Nou, kijk of we ze alle vier kunnen vinden. Laten we maar gewoon zoeken en... Zonder tactiek zou ik zeggen. Gewoon een beetje kijken of we ze zo snel mogelijk kunnen vinden. Dan
kunnen ook zo snel mogelijk het systeem weer uit. Hier, ik ga het huis wel in. Hier is een kelder. Ik denk dat daar sowieso wel een knop zit. Wat is dit nou weer? Itemhoppers? Oh, god, Fred. Dit is al een hele puzzel, dit. Oh, er ligt hier een lijk! Fred, dit is echt nog een hele puzzel wat we hier aan het doen zijn. Waarom? Ja, er moet echt van alles gebeuren, volgens mij. Oh. En ik heb nog niet eens één knopje gevonden. Ik heb een knop! Oh, ik heb er één gevonden. Oh, nog twee. Nog twee? Had jij er ook al één? Nee. We moeten er toch vier vinden? Ja. Zo, dan hebben we er nu nog drie. Moeten we er toch nog drie? Oh ja, klopt. Was het moeilijk om te vinden? Ja, op zich was het moeilijk. Dat was niet het makkelijkste, maar ik heb zelfs moeilijker gehad. Waar had jij hem gevonden? In het huisje hier. Dus dit is denk ik al klaar. Dit rare gedoetje. Hier heb ik nog niks gevonden. Dus ik denk dat hier nog wel eens een knopje ergens verstopt kan zitten in het huis. Oh, knop gevonden. Waar? Waar heb je knop gevonden? Hier. Klik erop. Kan niet. Hoezo niet? Lukt niet. Je komt er niet bij ofzo, of? Nee. Waar? Oh, hij zit erachter. Ja. Ah. Hij zit daar helemaal achter. Ja, hoe komen we daarbij, Fred? Goeie krachten misschien? Nog heb je een nog knop. Een knop? Huh, hoe dan? Ik heb daar gekeken en ik zag niks. Gevonden. Waar zie jij een knop hier? Oh, hij is weer dicht gegaan. Huh? Oh, wacht. Ze gaan onze beurt open. Dus nu... Ah, nu snap ik hem, Fred. Volgens mij is hier in dit huis, wat ik hier beneden, ook iets met een iron trapdoor gevonden. En zou dat nu ook open moeten zijn? Ergens. Ah, onze beurt gaan die iron trapdoors dus open. Ja. Nu snap ik hem. Maar wanneer gaat die open? Ja, weet ik niet. Misschien als we moeten er nog eentje vinden. Fred, ik heb ineens allemaal spulletjes in mijn inventory. Ik heb armor aan en ik weet niet eens waar het vandaan komt. Ik heb letterlijk ineens allemaal spulletjes. Oh, daar ben je. Hoi. Heb jij dat gedaan? Ja, ik heb gegeven en ik heb het eten. Oh, jij hebt eten gekregen. Oké, ja. Maar de laatste knop dacht ik daarboven te zetten. Hey, het luikje is open. Maar hoe komen we daarboven? Dat is de enige vraag. Dat luikje was net nog dicht daarboven. Hoe komen we daar? Geen idee. Oh, jee. Dus ja, via het balkon dacht ik. Maar via het balkon kan ik niet... Huh? Hoe ben je er gekomen? Via de deur. Oh, via de deur en dan hierheen. Ik snap hem inderdaad. Mag ik erop klikken? Ja. Oké, is hier het knopje? Is hij hier? Oh, daar. En dan? Oh, we hebben hem. Waarom hebben we dan spulletjes gekregen? Ik snap het niet. Misschien voor later. Misschien voor later. Prima. Nou, laten we hierheen gaan. Oh, god. Wat is dit? Oh, hallo. Nee. Oh, nee, Fred. Wil jij erop zitten of ik? Waarom? Ik wacht. Ga eens mijn spulletjes wegdoen. Ik ga er wel op zitten, oké? Oké. Kan je hem open doen, de hendel? Nou, dan gaan we, Fred. Ik weet niet waar ik heen moet, maar... Oh, hoe zou je dat? Sorry. Oké, ik ga kijken of ik het kan halen. Ik denk dat ik naar het einde toe moet daar. En het lijkt me niet heel moeilijk, want je kan soort van de route zien. Een beetje op zijn minst. Daar is de uitgang. Nee, dan ga ik nu verkeerd. Ik moet helemaal niet aan deze kant zijn. Oh, kom maar. Wat? Nee, nee, nee. Oh, oké, nou... Ik moest wel aan deze kant zijn, maar je moest me niet terug teleporteren. Als ik moest er niet zijn, maar ik kon er gewoon zelf heen lopen. Het is nog best wel moeilijk dit, om dit te navigeren, Fred. Oh, wat fuck, Jane. Ja, het is nog best wel moeilijk om dit te navigeren. Oké, ik denk dat ik bij de eerste obstakel ben. Of weet ik veel wat het is. Dat is hier. Oké, hier kan ik ook weer afstappen. Teleport pick... Wat is dit, hè? Oh... Ah, kijk, dan kan ik het varkentje hierheen brengen. Maar dat is denk ik niet nodig. Ik denk dat ik hier ook niet hoef te zijn, Fred. Oh, moet je terug? Nee, 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 nee. Ik wil niet terug. Alsjeblieft, niet terug. Oh. Oh, ben ik blij dat je er niet op klikte. Oh, wat is dit vervelend, jongens. Maar volgens mij, als ik zo naar de route kijk, denk ik dat ik hem heb. Oh, we hebben hem. We hebben hem. Nou, laten we op de knop klikken. Wat is dit? Dan is er... Oh, daar is Dari. Oh, moet ik weer helemaal terug daarheen? Dat meen je? Nee! Oh, wat is deze route? Het is veel te lang om er helemaal heen en weer te gaan. En Fred staat er ook gewoon stil voor schuit staren. Ik ben letterlijk al het werk hier voor Fred aan het doen. Dat is trouwens niet waar, maar wel merendeels van het werk. En het ding is, waarschijnlijk als ik die hendel daar heb overgehaald... gaat hij letterlijk waar ik vandaan kom, daar gaat hij weer... Dan gaat die grote kluis open. En dan moet ik weer terug. Dan klikken we op dit knopje hier... En dan gaat... Ja, dan is de kluis daar open. Dan moeten we weer helemaal die kant op. Nou, we zijn er, hoor. Aangekomen op de locatie. Zeg maar dat hier een knopje... Oh, zeg maar dat hier een knopje is en dat we gewoon door kunnen. Oh, wat is dat? Oh! Fred, hier wil ik helemaal niet heen. Fred, hallo? Hij hoort me niet meer vanaf hier. Oh, hier wil ik helemaal niet heen, jongens. Wat is dit voor engs? Gadverdamme, kijk dit nou. Is een of andere enge man daar hier opgehangen, lijkt wel. Oeh, dit is niet leuk. Oeh, dit is spannend. Oh, mijn god. Oh, daar aan het einde is de knop, jongens. Daar aan het einde is de knop. Maar het is heel donker. Het is heel ver weg en ik zie bijna niks. Klik!
Wat is gebeurd? Er is iets gebeurd. Laten we snel teruggaan of weggaan hier. Ik heb op een knop geklikt, maar verder is er iets open. Oh, ik ben helemaal kapot van die gasten. Nee, de deur is dicht. Ik ben opgesloten. Hoe kan het nou? Nee, we zijn opgesloten, jongens. Zonder Fred ook nog eens. Ik ga nog een keer op de knop klikken. Nog een keer. Hè? Is de deur nu weer open of zo? Nee. Jongens, ik zie helemaal niks. Zo zie ik wat meer op deze manier. Oh, hier is nog een knop. Doet deze het wel? Oh jee, level 5. Boss fight. Oh, oh! Wat is dit? Oh, is een zombie. Fred! Oh, oh, oh mijn god. Armor aan. Waarom is hier ineens een zombie? Oh, hij is dood. Jongens, we zijn bij het laatste level, de boss fight. Gaan we die doen? Fred, ik heb net alles alleen gedaan. Ik denk dat het eerlijk is als jij nu volgaat. Ik heb zelfs het beest hier doodgemaakt. Pas op dat je niet in de lava springt. Oh, daar is de knop. Het was heel eng net, Fred. Ik was in een of andere gang beland. Het licht was kapot. Knopje werkte niet. Moest ik een nieuwe knop vinden. Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik moest mezelf opladen. Gaan we. We gaan. Oh, dan gaan we, Fred. Oh. Oh, ik vind het niet leuk. We zijn de deur een paar hendels hier. Ik haal deze hendel over. Hou jij... Huh? Oh. Oh, ik snap er niks van. Ik snap er helemaal niks van. Laten we maar gewoon de hendeltjes open. Fred, is dit het systeem? Oh, Fred, ik zie niks. Ik zie alleen de binnenkant van je hoofd. Oh. Is dat het virus? Is dat hetgene wat jou gehackt heeft? Ja, ik denk het. Wat zegt hij? Hij gaat mensen op ons afsturen. Mensen op ons afsturen? Waarom? Oh, dat wil hij. Waarom heb je ook een virus gedownload? Sorry. Oh, god, Fred, pak je dingen. Oh, ik heb ook een schild, wacht. Oh. Oké, laten we eens... Daar is hij, pak hem, Fred. Laten we niet op... Hij redt de pij af. Oh, kleine dingetjes, die spinnen gaan voor jou. Ik help je. Oh, pak ze. Gewoon slaan. Gebruik een wapen, Fred. Gebruik je zwaar, Fred. Ik vecht niet. Ik wil niet vechten. Hoezo niet? Fred, je moet wel vechten. Dit is het virus. Dit is het virus dat jou... Oh, mijn god, dit is niet leuk. Oh, mijn god. Blijf op dat ding schieten. Je moet niet op mij schieten, dat ben ik. Sorry. Waarom zie je Fred ook niet op jezelf, Fred? Oh mijn god. Oké, pak dat ding. Hier, ik pak zijn paard daar. Oké, Fred, kom, we gaan hem samen aanvallen. 3, 2, 1. Go. Pak hem. Is hij sterk? Oh mijn god. Pak hem. Sla hem neer. Pak hem, Fred. We kunnen het. Ik heb hem. We kunnen het. Schiet op hem. Hij is slap. Het virus is zwak. Oké, wacht. Dat ding daar boven, die pak ik wel eventjes. Dat ding daar boven. Help nou. Het paard hier. Hoezo help? Nee, je kan hem wel aan. Je kan hem wel aan. Oh, waar komt hij vandaan? Ik help je, Fred. Ik pak dat ding. Ik pak die erachter. Let jij maar op de baas. Jij moet het virus bestrijden. Ik pak dat ding er wel omheen. Gaat het, Fred? Nee. Neem die golden apple. Die werkt goed. Ik ben hier in een booggevecht met een of andere skeleton. En hij heeft healing, lijkt wel. Ik ga dat paard pakken. Dat paard is ook irritant. Hier, het paard is dood. En dan gaan we nu op dit ding afrennen hier. Oh mijn god, wat irritant. Wat zijn ze sterk. Ze zijn echt... Gaat het, Fred? Ja hoor. Oh god, ik moet even oppassen. Hebben we potions of zo? Nee. Oké, ik ga met een ex vechten. Zien dat de ex sterker is. Hier. Okay. Oh, wat is er gebeurd? Heb je hem? Nee. Hij is terug. Oké, we moeten eerst die andere pakken. Oh, sorry dat ik jou raak. We moeten eerst het andere ding pakken. Ik denk dat we die skeleton niet kunnen pakken. Of dat beest niet kunnen pakken voordat deze dood is. Blijf op hem schieten. Ik moet een appeltje nemen. Appeltje voor de dorst. Appeltje voor de dorst. Blijf slaan. Goed zo. Dit gaan we winnen. Oh, ik moet weer een appeltje nemen. Waarom blijft hij alleen op mij gefocust? Wat is dit voor een irritant ding? Pak hem, Fred. Ze zijn hier allebei bij. Waar ben je? Ik kan spanners kapot maken. Oh, maak ze kapot. Goed. Maak de spanners. Oh, ze gaan elkaar vechten. Oh, ze vechten met elkaar. Ze hebben ruzie. Oké, maak de spanners kapot, inderdaad. Wij hebben ook ruzie. Nee, niet. Maar. Wij hebben helemaal geen ruzie, Fred. Hier, die dingen vechten elkaar. In de tussentijd kunnen wij. Hier is er nog eentje. Jij kan ze niet kapot maken. Ah, jij kan ze alleen kapot maken. Ah, ze hebben geen ruzie meer. Ze zijn weer boos op mij. Zijn de spanners kapot? Nu wel. Oké, goed zo. Oh, hierboven nog. Blijf ze pakken. Au. Oh, dat ding doet veel damage, Fred. Oh jee. Oh, pak hem. Schiet hem. Eruit rennen, Fred. Eruit rennen.
We moeten die andere pakken, deze lijkt me eerst. Ja, die nu in de fik staat. Ja, Waarom gaat ze niet dood? Het is echt een bizar moeilijk gevecht, dit. Heb je ze allemaal? Heb je er ook achter gekeken? Of je ze allemaal hebt? Nee. Wacht, ik ga je wel even kijken. Hier is geen spawner meer. Hierboven is ook helemaal niks hierachter. Ah, vet. Ik vind het niet leuk. Hier is er nog even. Deze moet je hebben. Deze moet je pakken hier. Bij mij. Help. Ja, kom maar. Ga maar. Pak hem. Heb je hem? Ja. Nu. Ja, goed zo. Oké, nu lijkt het me dat ze dood kunnen. Nu we alle spawners hebben. Oh, god. Nog één. Nog een spawner? Hoeveel zijn het er wel niet? Heb je hem? Ja. Kijk, ze hebben weer ruzie. Laat ze het even uitvechten. Wat ben je aan het doen, Fred? Waar kijk je naar? De muur moet open. Ja, we moeten open. We moeten die dingen doodmaken. Heb je hierboven al gekeken of hier iets zit? Nee. Ja! Oh, we hebben hem, Fred. Oké, nu dat andere monster. Nu deze nog. Ik weet niet waarom deze telkens respawnt als we hem killen. Maar ik denk dat we nu die skeleton hebben dat deze ook te doen is. Pak hem, Fred. Schiet hem dood. Wij kunnen dit. We kunnen dit samen. Schiet hem neer. Dit is het virus, Fred. Als we dit hebben, hebben we je leven gered waarschijnlijk. Oh, sorry. Ik schiet op jou. Neem af en toe even een appeltje. Geet geen appeltje voor de dorst. Hier, ik help wel. Hij is gefocust op mij. Nu is hij weer gefocust op jou. Nu weer op mij. Ah, hij heeft geraakt. Ik wil een appeltje nemen. Oeh. Kom, Fred. Pak hem. Pak hem, Fred. Kom op. Dit kunnen we. Hij is zwak. Ik denk dat we hem hebben. Oh, hij doet veel damage. Jemig. Ik ga lekker met de pijl op ogen schieten. Oh, Fred, help me. Hij krijgt veel damage. Ga nou dan. Ja, we hebben hem. Oh mijn god, hij heeft een zwaard gedropt. Wat is dit? Wither Sword. Oh. Oh jee, wat is dat? Zeg maar niet dat hij terug... Oh, ik was bang dat hij weer terugkwam. En nu? Wat hebben we? We hebben hem vermoord. We hebben alles gepakt wat we konden pakken. Wat nu? Hebben we gewonnen? Ik hoop het. Ik voel me nog niet beter. Je voelt je nog niet beter? Nee. Heb jij iets opgepakt? Ik heb een goed zwaard heb ik opgepakt. Nee. Er is hierboven ook verder niks, hè, op zijn troon. Gek. Doe de poort open! Alsjeblieft! Iemand, poort open! Ik wil naar huis! Ik wil niet meer Fred redden! Fred, waar ben je? Zoeken! Fred? Hoezo zoeken? Ik ben aan het zoeken! Oh, ik dacht dat ik jou moest zoeken! Nee! Ik ga het zeggen, waarom ga je nou verstoppertje spelen? Ik vind het moeilijk, Fred. Er is hier een deur, maar hoe komen we hieruit? Je virus hebben we verslagen. Je voelt je nog niet beter. Nee. Maar we moeten er ook nog uit zien te komen. Ja. Hè? Hier ligt een knop. Oh, heb je een knop? Ja. Oh, neem me mee alsjeblieft. Oké, een knop op. Ja. Waar kan je die plaatsen? Doe hier. Ja, daar sowieso. Oh, we zijn vrij, Fred. Dan ben ik daar blij mee. Gelukkig. Oké, dan klikken we deze. Oh, gelukkig. We zijn eruit, jongens. Ik vond het al zo vervelend. Ik wilde Fred helpen, maar we moesten een dinges verslaan. Een virus vechten, parcours. Iets met varkens. Ik ben het helemaal zat, jongens. Gelukkig is alles weer groen. Laten we hopen. Fred, oh, daar ben je. Fred, het is gelukt. We hebben je genezen van het virus. Fred? Ik dacht dat je genezen was. Ik dacht dat het virus bestreden was. Fred? Wat gebeurt er allemaal? Gaat het met je? Ik dacht dat... Fred? Ik dacht dat het virus... Je bent nou weer goed. Is het nou wel goed? Is het virus eruit? Hebben we antivirus software, hack software geïnstalleerd? Werkt het? Wat? Is het virus uit je lichaam? Welk virus? Het virus dat jij gedownload had op het internet omdat je op een linkje had geklikt? Heb ik niet gedaan. Oh, weet je, Fred? Ik ga je computer... Ik ga nu al je dingetjes eruit slopen hier gewoon nee, zo. Oké. Hallo, nee. Die computer kom jij niet meer aan. Laatste keer dat je dat gedaan hebt, dat er een virus in je lichaam, oké? Nou. Hebben we een afspraak? Nee. Doe ze niet. Nee. Ja, eerst ga je al tegenover mij wonen en nu sloop je mijn computer. Ik zou in dit huis... Weet je, Fred, niet het is goed bedoeling. Zo. Ik heb je geholpen. Ik heb je antivirus software gedownload. Ik ga mijn huis uit. Graag. Ik wil terug naar mijn eigen huis. Ik had niet mijn ochtend zo voor me gezien. Doei. Sorry, dat was ik gemeen. Ook niet. Oké, zijn we weer vrienden? Ja. Verzand erover. Ja. Nee, geen zand. tot dat gaat tussen mijn scharnieren zitten. Slaap lekker, of...
Fijne dag nog. Jij ook. Nou jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben een virus uit Fred zijn lichaam gehaald. Uit een of andere software gedownload. Op een linkje geklikt waardoor hij rode ogen kreeg. En toen moesten we één groot avontuur. Jullie hebben het allemaal gezien. In ieder geval, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel in deze survival. Hebben jullie daar nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek ik later. Paasje water, telt het die. Flesje bier. Tot dan.